Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie eindelijk mijn room makeover. En ik heb echt super veel zin om deze video aan jullie te laten zien. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En dat je abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de video. Oké, in quarantaine heb ik mijn kamer veranderd. En ik heb onder andere ook posters gekregen van Decennio. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ook met het eindresultaat. Dus ik ga jullie gewoon stap voor stap laten zien. Aan het eind van de video zit ook nog een kleine roomtour. Dus dan kan je echt mijn hele kamer bekijken. Zoals de meeste kijkers van mij wel weten, zijn mijn ouders gescheiden en heb ik twee kamers. De kamer bij mijn vader, daar heb ik best wel veel spullen en dat is echt een hele grote kamer. Daar ga ik ook nog een keer een makeover doen. Maar nu ben ik in de kamer van bij mijn moeder. En deze kamer is wel wat kleiner. En ik vond de kamer gewoon niet meer zo leuk eruit zien. Ik had een lichtpaarse muur. En ik dacht, ja, er kan wel echt wat veranderd worden. Toen ik een berichtje kreeg van Decennio, dacht ik ga gewoon mijn hele kamer veranderen. Bij Decennio hele leuke posters besteld. En ik heb voor jullie ook een hele leuke kortingscode met de code XJANETTE. Krijg je 10% korting. En er is al 30% summer sale. Dus dan krijg je dat er nog extra bij. Dus dat is echt super fijn. Deze code is niet geldig op de lijsten, op de handpicked collectie en op de gepersonaliseerde posters. Dus dan weten jullie dat. Maar de rest wel allemaal. Vooral de posters die ik heb uitgekozen. Toen ik begon met mijn room makeover heb ik eerst mijn hele kamer opgeruimd. Ik heb alles weggegooid wat ik niet meer gebruik. Ik heb gewoon een vuilniszak in mijn kamer gezet. En alles weggedaan wat ik niet meer ging gebruiken. Ik begin dan altijd in één hoek van mijn kamer. En dan ga ik zo stap voor stap ga ik alles langs. Alle laadjes ruim ik op. Echt letterlijk alles. Kamer aan het opruimen ben, dan kom ik ook echt heel veel spullen tegen die ik echt al heel lang niet heb gezien. Heel grappig is dat. Maar het was belangrijk dat eerst mijn hele kamer was opgeruimd voordat ik ging verven en allemaal dat soort dingen. Nou, nadat mijn hele kamer was opgeruimd, kon er eindelijk wat gebeuren. Ik ging naar de Gamma en daar heb ik een kleurtje uitgekozen. Ik wist wel dat ik een lichtgrijze muur wilde, maar er zijn zoveel verschillende kleuren. Deze kleurtjes heb ik toen allemaal mee naar huis genomen. En ik ben het gewoon bij mijn muur gaan houden van, oh, deze wel, deze niet. Nee, oké. Deze wel, deze niet. En ik heb dat gewoon letterlijk met elk kleurtje gedaan, zodat ik daarna kon kiezen. De kleur die ik heb gebruikt is de kleur basalt. Namelijk deze kleur. En ik vond deze kleur gewoon het allermooist. Deze is van de Gamma. En uiteindelijk ben ik er ook heel erg blij mee, want het past gewoon heel erg goed bij mijn kamer. En ik wilde ook dat het heel erg goed bij mijn bed paste, want die wilde ik wel laten staan. Toen ben ik met mijn moeder alles gaan afplakken, spullen opzij en zijn we lekker mijn kamer gaan verven. Oké, de muur is af en mijn bed staat er. Het ziet er echt heel erg mooi uit, heel rustgevend. En ik ben super blij met de kleur. Het is wel belangrijk dat je het heel egaal aanbrengt, anders krijg je natuurlijk vlekken. En toen ben ik op Decennio gaan kijken, wat wil ik nou eigenlijk? Wat ik heb gedaan, als eerst ben ik op Pinterest gaan kijken voor inspiratie. Dus ik ben gewoon verschillende opstellingen gaan kijken van, oh, dit vind ik leuk, dit vind ik leuk, dit vind ik leuk. Dat vind ik minder leuk. Daar heb ik een soort lijst van gemaakt en dat heb ik allemaal opgeslagen in een eigen bord. En vanuit daar ben ik verder gaan denken. Dus toen ben ik op de site van Decennio, heb ik allemaal favoriete posters, heb ik een hartje gegeven. En toen had ik ongeveer iets van 30 posters die ik wel leuk vond.
En daarna ben ik gaan kijken wat past wel bij elkaar, wat past niet bij elkaar. Toen heb ik ook een soort van, gewoon op mijn editprogramma heb ik die posters bij elkaar gezet. En heb ik een opstelling bedacht. En ik dacht, ja, dit ziet er wel heel erg leuk uit. Dus toen dacht ik, deze posters ga ik bestellen. Nu komt ook het stukje dat ik jullie ga vertellen waarom ik deze posters heb gekozen. En dat de posters binnenkomen. Maar ik kon gewoon echt niet wachten. En ik heb dus allemaal nieuwe posters besteld. En ik heb ook gewoon gekeken van wat past het best bij elkaar. En ik heb er echt heel veel zin in. Als eerst heb ik deze camera. En ik vind het echt heel erg mooi. Ik vind de posters ook heel erg mooi. Dat ze gewoon heel mooi mat zijn. En ja, ik heb natuurlijk een camera gekozen. Omdat ik video's maken, foto's maken gewoon allemaal echt super leuk vind. Omdat ik het gewoon allemaal super leuk vind. En dit past gewoon echt heel erg goed bij mij. En ik vind zo'n oude camera er echt heel erg leuk uitzien. Dus ik dacht, deze moet sowieso aan de muur. Dan heb ik deze. En je ziet hier een meisje met een knot die zo de ramen zo naar buiten. Ja, die zo naar buiten kijkt. Ik vind deze ook echt super mooi. Deze heeft wel minder betekenis voor mij. Maar ik vond het gewoon een hele mooie afbeelding. Dan heb ik deze. Deze vind ik ook echt super gaaf. Echt heel erg mooi. En ik heb vroeger wel echt iets gehad met dansen. En ik heb vroeger ook op ballet gezeten. En ik vond dit gewoon super mooi. Ik vind die weerspiegeling in het water ook heel erg mooi. En dan gewoon dat die rots zo is. In een soort van hartje. En ik dacht van een afstandje ziet dit er ook wel super gaaf uit. Dan heb ik deze. En deze is met allemaal make-up en parfumflesjes. En ik vond deze heel erg mooi. Want het lijkt een beetje alsof dit met een soort van waterverf is gedaan. En je ziet toch heel erg goed wat het allemaal is. En ik vond deze heel erg leuk als kleintje. En make-up past gewoon heel erg goed bij mij. Dus ik vond, ja, dit moet er gewoon echt bij. Toen dacht ik, het is ook nog wel heel erg leuk om een quote te doen. Die, ja, die je erbij kan doen. En dat is dus ook in een kleintje. En ik vond deze uitspraak gewoon heel erg mooi. En ik vind ook wel echt dat dit gewoon waar is. Ik dacht, deze kan wel lekker boven mijn bed hangen. En dan kan ik hier naar kijken als ik wakker word. Dan heb ik deze super mooie poster. En ik heb echt iets met Londen. Ik ben met mijn moeder super vaak naar Londen geweest. Nou, super vaak. En gewoon een paar keer. En ik vind het gewoon een hele leuke stad. En ja, het is gewoon een topstad. Maar ik wilde ook niet dat het te opvallend was. En toen dacht ik, ja, zo zie ik wel gelijk dat het Londen is. En dit is Regent Street en je ziet hier gewoon die rode bussen en ik vond dit gewoon heel erg mooi. Dan heb ik twee hele grote posters en deze vind ik ook echt prachtig. Ik heb er namelijk één met drie maantjes en ik vind de maan gewoon altijd iets heel bijzonder. En toen ik deze zag dacht ik gelijk, ja, deze moet ik echt hebben. En bij die andere grote poster vond ik deze dus echt heel erg mooi met deze madeliefjes. Ik wilde dat de grote afbeeldingen niet te druk waren. En ik vind madeliefjes gewoon heel erg leuk. En mijn moeder heeft iets met madeliefjes. Mijn oma heeft iets met madeliefjes. Dus ik dacht, deze moet er ook bij. Heb ik nog een bestelling gedaan bij de Xenos. Ik vond het echt heel erg. Daar op de site heb ik gewoon op kleuren gesorteerd. Dus ik heb bijvoorbeeld gedaan, ik vind grijs heel erg mooi, wit, zwart. Een beetje in dat thema. En toen ben ik gewoon gaan kijken wat past daarbij. Ik had nog nieuwe kussentjes nodig. Dus ik dacht, ik selecteer gewoon wat dingen en ik kijk. En dan weer bij mijn favorieten heb ik dat in mijn mandje gedaan. En dat heb ik besteld. Xenos bezorgt gewoon gratis. Dus dat was echt super fijn. En het was heel snel binnen. Dus echt een aanrader. En hier laat ik ook de spulletjes zien die ik daar heb gekocht. En daarvan heb ik ook die hele leuke nieuwe kussentjes die op mijn bed liggen. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus dat was ook een aanrader. Ook ben ik nog naar de Action geweest. En bij de Action heb ik ook wat leuke dingetjes gekocht. Die dingetjes die ga je nu ook zien.
Oké, ik ben naar de Action geweest en ik heb een aantal dingetjes gekocht. Ik zal het even snel laten zien. Als eerste heb ik zo'n lampenkapje gekocht en ik vond deze witte best wel mooi. Dus ik dacht, die kan ik gebruiken. Hier staat hij. De rest heb ik dit zwarte bakje gekocht met deze spiegel voor mijn sieraden. En ik heb nog deze twee gekocht. Volgens mij hebben wel meerdere mensen deze, maar ik vond deze wel heel erg leuk om dingetjes op te leggen. En mijn thema in mijn kamer wil ik een beetje grijs, wit, zilver, een beetje op die manier. Voor de rest heb ik vaccinelichtjes. Oh ja, en deze kaars vond ik ook wel leuk. En dit is met, heet dat? Wat voor een geur? Van katoen, volgens mij. Dus dat zijn de spulletjes die ik even bij de Action heb gekocht. Bij de Action hebben ze gewoon heel veel kleine accessoires, hele leuke dingen. En ik ga altijd gewoon een rondje door de hele Action heen en dan kijk ik gewoon wat ik tegenkom. En het is niet dat nu wat ik nu heb alles is. Ik ga ook gewoon de komende tijd gewoon nog dingen toevoegen en kijken wat voor accessoires er nog bij passen. Om je kamer ook echt helemaal af te maken, heb ik een superleuk dekbed gekregen van Walra. Die kon je ook al in mijn weekvlog zien. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ze hebben gewoon hele goede kwaliteit dekbedden. En het ligt ook lekker. Ik heb het de afgelopen tijd getest. Het is gewoon lekker zacht. En het is gewoon hele goede kwaliteit. En het past gewoon helemaal mooi bij mijn kamer. Ze hebben echt super veel keus. En ook heel veel verschillende maten. Dus dat was heel erg fijn. En daar heb ik dit hele mooie dekbed van. Heel erg mooi. Voor de rest vind ik het gewoon heel erg mooi aan deze kamer. Dat deze kamer gewoon heel erg wit is. Gewoon heel erg clean. En daar hou ik heel erg van. Dat het gewoon lekker rustig is. En de kamer van mijn vader heeft weer wat meer spullen. En is heel erg druk. Maar ja, het plekje bij mijn bed vind ik gewoon echt zo mooi. Je komt binnen en het geeft gewoon heel erg veel warmte. En het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb voor jullie ook nog een kleine roomtour gefilmd. Zodat jullie alles nog iets beter kunnen zien. En ook de rest van mijn kamer. Dus dat gaan jullie nu ook zien. Oké, even een snelle roomtour door mijn kamer. Als je binnenkomt zie je gelijk die hele mooie muur. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dit is dus de deur waar je binnenkomt. En meestal hangt er dan aan de deur altijd mijn tassen die ik het meest draag. Nu hangt er eentje. En als je dan opzij gaat, dan staat hier mijn spiegel. En daarop een kaars van de Xenos. Die ruikt heel lekker, mijn zonnebril. Hier doe ik altijd mijn sieraden in. En een plantje. En hier voor de rest wat schoolspullen en de rest van de dingen. Dan het favoriete deel van mijn kamer. En dat is namelijk dit hoekje waar mijn bed staat. En waar mijn schilderijen natuurlijk hangen van Decennio. Zo kan je het wat beter zien. Mijn dekbed is echt heel erg mooi. Deze is van Walra. Heel erg blij mee. En het is ook een hele zachte stof. En de kussentjes zijn van Xenos. En deze zijn gewoon weer van Walra. En daarboven hangen dus die posters. Echt super mooi. Dus dit is eigenlijk het favoriete deel van mijn kamer. Daarnaast heb ik dan een raam. In het raamkozijn staat een kaars, ook van de Xenos. Een plantje van de Bosrand. En deze is van de Action. En daaronder staat mijn piano. Die kan nog op een statief, maar dat heb ik nu even niet. En deze hele leuke pot met lichtjes. Dan mijn tv. Dan het volgende deel van mijn kamer. Dat ziet er zo uit. Dan heb ik daar mijn tv. Van de Action. Dit kastje is van de IKEA. Heel erg blij mee. Dan heb ik mijn make-up tafel. Deze is ook van de IKEA. En echt heel, heel erg fijn. Je kan dit deel namelijk open doen. En dan zit er een spiegel in. Heel erg fijn. En dan heb ik mijn super grote kast. En mijn bureau. Mijn kast is ook van de IKEA. Hierin zit gewoon eigenlijk mijn kleding. En boeken en allemaal dat soort dingen. En mijn bureau met een computer. Mijn laptop. En ja, voor de rest niet heel bijzonder. Nog een kastje. Deze is volgens mij ook van de IKEA. Mijn bureau is ook van de IKEA. Nou, wat origineel. En dan heb je hier al mijn deur. Dus het is niet een hele grote kamer. Maar alles kan erin. En ik ben er echt heel erg blij mee.
Ik hoop gewoon dat jullie net zoals ik de video heel erg leuk vinden geworden. Ik hoop dat hij niet te rommelig is, omdat ik natuurlijk best wel veel verschillende beelden heb gefilmd. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen en het eindresultaat is echt heel erg mooi. Ik ben super tevreden met mijn kamer. En als jullie vaker van dit soort video's willen zien of dat ik de kamer ga veranderen bij mijn vader, dan kan je zeker een duimpje omhoog doen en dat even laten weten in de comments. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!